Babbeluut Parcours is een belevingsparcours, dus je kunt het niet vergelijken met een concert of een theatervoorstelling of een dansvoorstelling. Om iedereen, alle kinderen te kunnen bereiken, maken wij daar een belevingsparcours van. Omdat sommigen heel erg visueel geprikkeld worden, anderen worden veel meer auditief geprikkeld. En binnen dat belevingsparcours proberen we dan ook echt die interactie te stimuleren tussen de muzikanten en het publiek. Het is niet gewoon komen zitten en luisteren. De kinderen worden vanaf het begin, vanaf het toekomen, eigenlijk meegenomen in een verhaal. Iglo is een voorstelling voor de allerkleinste, van 0 tot 5 jaar. We starten eigenlijk in de inkomhal, dus mensen komen binnen, maar ondertussen zijn de muzikanten al in interactie met de kindjes en met het publiek, om ze zo al een beetje warm te maken voor de klanken die gaan volgen. En dan mogen ze de iglo's binnentreden en in de iglo's ontstaat er een muzikaal spel en kunnen de kinderen ook actief meedoen in de voorstelling? In principe mag alles. We hebben heel graag dat ze meedoen, dat ze meeklappen, dat ze hun eigen inbreng doen. Daar hebben ook de muzikanten op getraind, dat zij op het moment dat kinderen iets aanbrengen, dat zij dat ook weer terug in de voorstelling integreren. En dat maakt het heel spannend voor de muzikanten, maar ook voor de kinderen. Iglo is echt gemaakt op de klanken van de Inuit, de Eskimo's. Dat komt eigenlijk door de compositie die Hans Verkouteren en Lente Verhelst gemaakt hebben. Zij spelen heel vaak met klanken die ze uit de natuur halen, van dieren of gewoon geluiden uit de natuur, het kraken van de sneeuw of hun adem. Je begint in twee iglo's. Ja, dan heb je eigenlijk de ervaring van een dorpje te hebben. Je hoort ergens in een andere iglo iets, maar je weet niet precies waar die andere iglo is. En dan op een gegeven moment schuiven de iglo's open en dan krijg je eigenlijk een heel groot buitenspeelmoment. En wij proberen juist door die 0 tot 5 jaar bij elkaar te brengen, dat je eigenlijk ook dat spelen tussen broertjes en zusjes stimuleert. En dat je eigenlijk ook in de voorstelling die gelaagdheid krijgt, waardoor er zowel een 1-jarige en een 4-jarige met elkaar in interactie kunnen gaan. En dat is zo'n leuk spel. Dus ook gaan van de ene verwondering eigenlijk in de andere. En het stimuleert heel veel het fantasiedenken bij de kinderen. En dat is heel belangrijk, dat ze creatief kunnen zijn in hun verdere leven. En daarvoor denk ik dat het belangrijk is dat zo'n voorstellingen er zijn.